Ik zit nog steeds in mijn kerstkin. wauw! Yo allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van I Mine. Mijn naam is Tim en jullie hebben lang gewacht op dit zeg. I know, I know, I know. De grootste reden waarom is omdat ik gewoon wat minder Minecraft speel. En dat zat er gewoon dik aan te komen. Um, na 4, 5 jaar Minecraft spelen. En 3 jaar daarvan bijna non-stop. Um, dus ja, dat heeft ervoor gezorgd dat ik zeker wat minder speel. Um, maar ja, ik werd gevraagd vandaag door Kingo. Van hey, Tim, kom online, je avontuur is af. Dus, zoals ik al eerder zei in de aflevering, van. Dit moest ik even repareren. Oh, chill, iemand heeft voor me gerepareerd. <laughs> Dat is erg fijn. Wacht, iemand of iemand met een naam? Laten we heel even dubbel checken. Uh, nee, niemand heeft uh, zijn naam erbij gezet. Dus. Uh, we gaan naar de goede verdieping, dus eentje omlaag nog. Naar onze hoofdverdieping. Oh, even goed landen. Dan gaan we kijken of we hier al iets kunnen vinden. Ik denk het niet. Ik denk dat ons avontuur op Span begint. Maar dat weet ik niet zeker. Laten we even goed kijken. Hebben ze een nieuw geluidje? Je adventure is klaar. There you go. Ik denk al, ergens moet die chest staan. Adventure klaar. Oh, klik. Je adventure is klaar. Loop naar het oosten vanaf je huis en je komt er tegen. Regels: laat alles achter. Behalve eten, armor en een goed wapen. Good luck, Kingo. Oeh, spannend, spannend, spannend. Heb ik arm aan? Ja, Boots aan. Wil ik mijn crocs aan? Daar zit Frostwalker op. Ik denk dat dat shit gaat breken. Goed wapen: nou, dit allemaal weg. Mijn golden apples, mijn gold. Dit: alles achter, wat eten mee. Oeh, ik ben benieuwd. Uh, die kroks vervang ik wel even voor andere schoentjes die hier vast ergens in zitten. Zie je? Welke zijn goed? Uh, laten we dabs doen. Just in case we water tegenkomen. En laten we de kroks even hier neerzetten. Dus het avontuur gaat beginnen. En ik weet dat jullie veel meer aan mijn willen, maar. Ah, zo pittig. Het oosten: West, Noord, Oosten. Daar is het oosten. Waar is het oosten? Daar is het oosten. Dus dan gaan we naar beneden. Dan moeten we naar het oosten, naar links. Woep. Yes. Met een zwaard, meer niet. Op naar het oosten. En dan komen we ons avontuur. Daar zit een crevice natuurlijk, dat was ik niet vergeten. <laughs> Daar zit een groot gat in de wereld. Dat was ik bijna vergeten. Dus naar het oosten. Ik weet niet of het verstandig is om dit in de nacht te doen. Maakt het wel spannender. Laten we het in de nacht doen. Hebben de witches een, een nieuw... Eng ja, ze hebben een geluid. Ze hebben nu nieuw sound. Are you back, witch? That's some scary shit right there. The gravel naar het oosten. Ik ben heel benieuwd. Oh, dat is een konijntje. Schrok me de pleuris. Ik schrok me... Dat was een creeper, dat was een creeper. Oké, okay. we oké. Okay. Gewoon blijven rennen, dat komt goed. Gaan we naar het oosten? Oeh, die lampjes zijn nieuw. Ja, yep, die lampjes zijn nieuw. Oeh. Oeh. Waar begint dat pad? Het begint officieel daar, ons avontuur. Oeh, spannend. Ik ben heel benieuwd wat Kingo heeft gemaakt voor ons. Ei! Zo, helemaal goed. Ik heb niet eh, super OP armor ofzo, maar ik ben wel benieuwd. Het is een mooie weg. Laat ons avontuur beginnen. We hebben een groot avontuur besteld bij hem. Dus ik ben heel benieuwd wat er gaat komen. Laten we even deze mollen. We hebben niet het beste zwaard in de wereld. Een helmje op. Let's go, boys. Oké, okay. we hebben hier een random nieuw pad dat ik nog nooit gezien heb. Ik ben heel benieuwd. En ik raad ook aan dat jullie de afleveringen van Kingo zelf gaan kijken. Want echt... Die heeft dit allemaal gemaakt voor mij en ik moest me ook echt inhouden om niet te kijken, want ik was zo benieuwd. Like, "Tim, je mag niet kijken," zei hij tegen me. "Ik zei, wat? Ik wil weten wat je gemaakt hebt." Een super lang pad. Is dat een kasteel? Volgens mij is dat een kasteel. Zijn dat een grote toren? Wat de hel? Oh, wat? He went big. De huh, huh. Dukes. kut skeleton. Niemand mag je. Yes, Dukes. Rekt. Skeletons zijn ook veel sterker, natuurlijk. Ja, dat is een vliegend ding in de verte. Met een grote beam. Maar hier zit een klein wachtershutje nog. Dus laten we daar eerst naar gaan kijken wat daar binnen is. Oh, mijn god, hij is echt groots gegaan. Kingo. Geweldig. Oké, okay. Mr. Dum's wachtoren. Er zit een bordje met begin avontuur. Dus dat pad was nog niet eens het begin. Laten we het eerst lezen voordat ik naar binnen ga. Ik ga eerst even veilig binnen staan. Oké. Okay. Oh, hallo daar. Ik zal me eerst even voorstellen. Mijn naam is Tronald Dump. Wauw. Ik ben een wachter hier. Bij mijn eigen wachttoren. Ik waak over dit gebied. Om alle mogelijke indringers. die het op Golarin Tower hebben gemumpt. uit te schakelen. Ik zit nu wel met een probleem: ik ben een deel van mijn treasure verloren, een sapphire om precies te zijn. Een of andere vogel pakte het laatst uit mijn handen toen ik hem aan het oppoetsen was en vloog ermee weg. Zou je zo vriendelijk kunnen zijn om rond te vragen of iemand weet waar deze vogel heen is gevlogen? Het zou enorm veel voor me betekenen als je mijn Sapphire terug zou brengen. Misschien kun je naar Mr. Von Hers gaan. Von Hers? Ja! Laten wij naar Mr. Von Hers gaan, ja! Um, hij is de gatekeeper van de Golerin Tower. Misschien heeft hij iets gezien. Ik kan het zelf niet vragen omdat ik mijn post niet mag verlaten. Alvast bedankt en veel geluk vriend. Nou laten wij uh, Truddle damp dan maar vertrouwen. De safari moet daarin. Hier is ons huisje. En hier is zijn wachttorentje hierboven natuurlijk. Beschermt hij iedereen. En dat is dan waarschijnlijk Golarin Tower. Er zitten wat wolkjes voor. Ik ga de wolkjes niet weghalen want ik hou van wolkjes. Ik vind ze wat toevoegen aan dit spel. Mensen haten ze echt omdat ze dingen blokkeren. Maar ik vind ze echt geweldig. Dus als jij nou iets meer naar links gaat. dan kan ik een mooie screenshot voor mijn thumbnail maken. Nee, dat doen we zo wel trouwens. Oh, dat zijn veel monsters. Laten we snel naar de toren gaan. Dat is veel veiliger. Daar zitten ook wachters en die helpen ons wel. Colorin Tower. That looks epic. Wat staat hier? Welkom to Colorin Tower. Mooi bruggetje. Kleurtjes. En nog een boekje. Mr. Van Hers. Hallo, Mr. Van Hers. Wie geht's? Es keer geht meer groetje, ja? ah? Stoppen jij. Wat denk jij hier zomaar te doen? Niet iedereen kan zomaar Coloring Tower inlopen. Oh, je komt in naam van meneer Dub. Oké okay, dan. Ik moet die oude wachten. Wat moet die oude wachten nu weer? Oh, ze is een sapphire, Een vogel. Ja, daar komt wel bekend voor. Laat ik mij eerst normaal voorstellen. Mijn naam is Henry van Hers. Ja, ik ben de gatekeeper van Coleridge Tower. De hoogste toren van minstens 10 biomes. Dat lijkt me sterk, mijn vriend, want uh, ik, heb, uh, <laughs> ik heb ook een toren. Maar misschien tel je de, alle biomes zonder torens. Dan natuurlijk heb je altijd de hoogste toren. Maar genoeg daarover. Ik, laatst, ik zag laatst een vogel met een glimmend object naar de top van deze toren vliegen. Dat moet dan wel de Sapphire geweest zijn, maar hij is een probleem. De ingang naar de toren is afgesloten. ik ga weer normaal praat. afgesloten. Ik kan alleen geopend worden met behulp van de drie gekleurde lievers. Maar ik ben niet in bezit van deze lievers. Wat ben je nou weer voor wachter? Je moet toch iets beschermen. Zonder lievers, Goddammit. Elk van deze lievers zit in een niveau onder deze kamer met elke een eigen challenge. Zelfs ben ik te bang om er <laughs> om erom te gaan. Maar als jij het aandurft, heb je mijn toestemming om deze niveaus te bezoeken. Er zijn drie niveaus. Elk niveau heeft aparte regels om tot de lever te komen. Volg deze goed. Als je alle drie levers hebt, plaats ze op de juiste kleur op het controlepaneel om toegang tot de toren te krijgen. Succes en veel geluk, Timmy. Hoe weet ik je naam? Haha, lang verhaal. Misschien voor een andere keer. Ik denk al, hoe weet jij mijn naam? Dat wou ik net zeggen. Mr. Von Hers, ja? Hmm... -mm. Ik vertrouw jou niet, Mr. Voor hash. Dus hier moeten we die drie lievers plaatsen. Zover was ik. Plaats de drie gekleurde lievers. Ik ga nu vol Duits. Continu. Plaats de vier Kleur... drie gekleurde lievers op de juur plek, en flip. Oké, okay, laten we naar beneden gaan een wapen pakken. Even wat chicken eten. Oké, okay, we kunnen niks meer eten. Laten we rustig doen, want ik wil niet gevaarlijk uh, niet doen. We willen niet te veel risico nemen. Oké, okay, niveau 1. De library. Dat zit er in de library. Oké. Okay. Oeh. Info niveau 1. Uh, info over niveau min 1. Er zijn 5 vragen met 3 mogelijke antwoorden. Goed antwoord, verder naar volgende vraag. Fout antwoord, terug naar vraag 1. Regels, breek niks. Niet sneaken door de. Niet door de patings heen sneaken, maar gewoon lopen, denk ik. Hij wil gewoon dat ik vol weer doorheen loop. Wat is de naam van de wachter in de toren? Nou, dat weet ik niet. Dat is Shaki Smack. Ja, hoor, Damp. Of Henry van Hersja. Henry van Hersja. Dat is niet het goede antwoord. Oh fuck, tuurlijk niet. Het is van de wachttoren. Shaki Smack, dat is echt het meest foute antwoord ooit. oké, okay, ik snap het. Oh ja, ja. Oké. Okay. Dus er gebeurt Ik was even bang dat. Dat is even om te laten zien. Als je het fout hebt, val je. Kom je weer hieruit. Goed ontworpen. Let's go. Het is Donald Trump. De volgende vraag: vraag nummer 2. Uit hoeveel stukken bestaat een cake? 8, als het goed is. Ja. Ben ik serieus? Zijn het er 6? Of zijn het er 7? Ik dacht dat er 8 waren. Mijn god, ik ben een Minecraft noob geworden. Dat kan echt niet. 8. Zijn het er dan 6? Hou je bek, het zijn er zeven. This is rigged, man. It's fake. Zeven, oké. Okay. Welk deel van de Alex player model heeft de meeste voxels? Oh, ik, ik ben geen Tom. Kingo, what the fuck? Ik ben Tim, niet Tom. Tom weet dit soort bullshit. En mogelijk de andere Tim. Maker Tim. Ik en niet. De meeste voxels... Voxels zijn onderdelen, volgens mij. En even kijken. please heeft er niet zoveel. Ik denk dat het armen is. Of head. Nee, ik denk dat het arm is. Dat is mijn gokje. Fuck! Is het dan... Ah, fuck. Ik weet niet hoeveel voxels een fucking armen heeft. Zeven. Eh... Uh, Chesspliest? Dat is het grootst. Oh, come on, mate. Hoe the fuck... En gewoon elke mogelijke vraag heb ik tot nu toe compleet en echt elke mogelijkheid fout gedaan. Is het het hoofd? Ja, oké, okay, gelukkig. Welk van de volgende mods zit het langst in Minecraft? Een ocelot, denk ik. Was er voor de witch. De rabbit was als laatst en de witch was in het midden. Ik ga voor ocelot. Yes! 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 Wat is Kingo's favoriete painting? Deze hier. Nee, deze! Na nou, a ah, deze. Ze zijn allemaal hetzelfde. Zijn ze allemaal goed? Welke zou het zijn? Wat zou Kingo? Na nou, a, ah, deze. Sowieso die. Ze waren allemaal goed. Goed zo, Timmy, hier is de groene liever. Wat mooie groene blokken. Nee, trouwens die lak in. erin. Misschien wil iemand anders op de server of zo nog het verhaal bespelen. Ik weet niet. I don't nou, ik wil mij niet uit. Wacht, dit gaat sneller, toch? Oh nee. Oké, okay, dus we hebben de eerste liever, de groene liever. Dat gaat lekker. Met me, maar drie van de vijf vragen compleet fout. Vier vragen compleet fout. Op naar het volgende niveau. Oh, wow, dat is veel Iron. Het lab. Maar dat heeft hij van de spa natuurlijk, gelukkig. Het lab. Geen instructies, gewoon een puzzel. Hier moeten. De... Glas moet daar doorheen. Serieus? Door glas kan dat toch helemaal niet heen? Ik zal eerst even door oranje doen. Oh wacht, we moeten eerst even dit lezen. Uh, er zijn drie kleine proeven. Voltooi ze alle drie. Maak het signaal in deze kamer af. En de deur. Er zijn drie kleine proeven. Voltooi ze alle drie. Maak het signaal in deze kamer af. En de deur naar de lever gaat open. Regel: breek niks behalve de redstone en repeaters. En in de oranje proef. Oké, okay. duidelijk. Um, ik hou het wel, die boeken. Nee, trouwens, ik doe hem terug. Just in case. Um, dus hoe kom ik dan in die niveaus? Waarschijnlijk door aan een van de levels te trekken. Dus laten we eerst de oranje overhalen. Ja, en dan gaat die open. Dus als we ze alle drie hebben voltooid, dan denk ik. Tenminste, zo werkt dat toch? Of doe ik iets fout? Maar ik kan ook aan alle drie de levers trekken, maar ik, ik weet niet. We beginnen gewoon met proef 1. Dat zijn repeaters. Dat zijn repeaters. Oh, dus hier tussen moeten repeaters. Well, that's obvious. Wat willen we? We willen dat deze drie aangaan. Oké. Okay. Als het goed is moet dit gewoon werken. Toch? Ja. Yeah. Oh, oeps. Ik moet wel bij de chest komen, natuurlijk. Oh, Oké, okay, ik snap hem. Dus je wil de vertraging wat groter maken, zodat je langer in de chest kan. Wat? Oh, moeten ze wel alle drie tegelijk aankomen? Huh. Burnt stained clay heb ik nu. Oh. En die kunnen we hier dan plaatsen. Ah, ik snap hem. Ik denk al, dit werkt toch niet. Maar nu gaat de oranje erin. En nu kunnen we de volgende activeren. De blauwe liever. Dus deze activeren de platforms. En de blokken daar plaatsen openen uiteindelijk die door. Door, door, ja. Voor een stremmel, ja. Oké. Okay. Pijn omhoog zo ah bijna perfect bluestained ja dat gaat goed we houden die boog denk ik dat dat wel mag dan de laatste puzzel de paarse Oh oh, dit ziet eruit als een Minecart-gedoetje. Oké, okay, dus op het goede moment hierop drukken en dan gaat die Minecart hier omhoog. Wacht, oh, de Minecart komt hier vandaan. Wat doet dit dan? Oké, okay, ja, ik snap hem. Dus we drukken hierop. Fuck! Oké, okay, nog een keer. Het is ook resetbaar. Well played, man. Hij heb gewoon echt een custom map gebouwd. Wat echt geweldig is, natuurlijk. Ah, fuck! Je moet echt snel zijn. Oké, okay, cool. Het is ook nog goed gedesigned, man. Holy shit. Het is ook nog uitdagend ook. Oké. Okay. De minecart is erin. Yes. En dan hebben we de laatste. En dan hebben we dat mooi gehaald. Dat is geweldig. En nu gaat deze deur open. Goed zo, assistent. Hier is de gele liever. Ping! De gele liever. Dit is echt geweldig. Mijn god. Echt serieus, ga die filmpjes van hem liken en kijken. Like. Als je wilt leren hoe je een awesome custom map kan maken... Here you go, man. Info niveau 3. Loop door de dungeon en open de deur naar de lever. Breek niks behalve gravel. Waarschuwing, mobs kunnen hier spannen. Pas op voor creepers. Oké, okay, dat is goed dat je me daarvoor waarschuwt. Want ik ben nogal... Nogal... Laat maar zeggen, ja... Als je iets niet gebroken wilt hebben, dan is dat altijd gevaarlijk. Oh, dit vertrouw ik niet. Dit is sowieso een keer een trap. Dit, dit soort dingen activeren traps. Ik vertrouw dat echt niet. Ja, ah, ik, ik, ik snap gewoon op alles. Want zorg voor licht. En dat is voor mooie content. Right. Rechts. Een boekje. Help. Oh, eindelijk iemand help me. Ik zit hier al dagen vast. Mijn naam is Shaki Smack. Kom maar mee, Shaky Smack. Volg mij. Auw, Tel zombie. Zo. So. We weten waar we gelopen hebben. Oké, okay, dit is de verkeerde kant. Dat is duidelijk. Oh fuck. Oh, de zombie had die dingen geactiveerd. Vandaar, ik denk al. Stoffige liever. Dat is niet de liever die we nodig hebben, maar we hebben een liever. Dat is interessant. Nee. Ach, stond er nog iets uh, op uh, deze dingen. Bone bonewiel, bone, bonew. Bone Misschien moeten we deze naar Shaki brengen. Is dit een sleutel of zo? Je oké, okay, Shaki? Nee. Auw. Alles lijkt op elkaar. Zo. Naar links zijn we nog niet gegaan. Wat de hel is hier. Dat is cool. Ah! Pet! Scary mofo. Hmm. Hoe komen we daar doorheen dan? Nee. Hier misschien ergens. Nee. We zijn op zoek naar een plek voor deze stofgeliever. Oh, dit ziet er nieuw uit. Ja, dit is volgens mij de andere kant. Ja, goed. We gaan de goede kant op. Oh, mocht ik gravel breken? Dat ziet er goed uit. Plaats de stofgeliever op dit blok. Yeah! De red lever. En dan hebben we alle drie de levers. Awesome! Dan gaan we naar rechts. Nu moeten we de weg terug nog vinden. Maar ik denk wel dat dat heel snel gaat lukken. Zo, die kant op. Die kant op. Die kant op. En hier naar boven. Yeah! Awesome! Dus we hebben alle levers. De final level. En nu moeten we helemaal naar boven weer. Wat wat minder chill is. Maar hey. Als we hier in het midden vallen nu, dan ga ik echt huilen. Huilen in de hoekie. Zo. Bijna daar. We zijn er bijna, jongens. We zijn er bijna. Ik eet even wat kip. Kip is belangrijk. Nou Von hers, ik heb het gedaan. Ben je trots op me? Het is een stambeeld. Hij luistert niet. Hij reageert niet. Oké, okay, de rode liever, check. De gele liever, check. De groene liever, chuck. Chuck. Oeh, Oh, er zit gravel in die hoeken. Dus we kunnen naar boven nu. Of? Oh. Oh, nee. Oh, dit is best cool. Het is een beetje parcoursachtig. Nog net niet. Wat cool. Wat een coole manier van naar boven gaan. Mijn god, Kingo. Je bent zo goed in dit. Like, echt. Applausje, like... It's so well designed. Like. Normaal heb ik wat te klagen op dit soort dingen. Maar nu is het echt gewoon smooth. En gewoon echt awesome. Like. Yes. Ik wist dat er parcours ging komen. Klootzak. <laughs> het moest ook wel. Oh, kut. En geen checkpoint, zeker. Het ziet eruit dat dit niet de moeilijkste parcours is. Maar misschien wordt er boven moeilijker. Huh. 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 Nou, ah, dit is te doen. Oh, dat ging bijna fout. Parcours met pinda training heet dit. Um, wil je bij die ladder komen? Volgens mij wel. Ja. Zo. Nu lijkt het alsof het niet moeilijk is. Dat is ook niet de bedoeling. Ik moet gewoon één keertje vallen. Maar trouwens, nee. Fuck dat. Dadelijk gaat het continu fout, omdat ik dat zei. Zo. Huh. Zijn we er bijna? Bijna boven de wolken. Hoe gaat dit? Oh nee. De wolken verstopten nog een deel parcours. <laughs> Weet je nog op het begin dat ik klaagde en niet klaagde over wolken? Dat neem ik terug. Huh. Huh, ah Nee! Oké, okay, dat valt wel mee. <laughs> Die schade is nog wel goed. Dat is een moeilijke jump deze hier. Ja, ze. We zijn boven met vier chesten. Stone, stone, stone. Helemaal steen. Steen, steen, steen. Steen, steen, steen. Huh. Donald Sapphire. Yes. En ik weet niet waarom de steen hier ligt. Maar misschien deel van zijn outfit of van zijn, uh, uh, deel van het nest of zo. Ik weet niet. Waarom ligt die steen? Dus we moeten naar Donald Trump. En nu is de vraag. Ja, heeft hij daar aan gedacht? Kunnen we dat halen? Is de volgende vraag. De, vol De vraag daarna is, willen we dat proberen? Want als we doodgaan is het een beetje akkord. Ik denk dat we dat net niet kunnen halen. Nee, we moeten iets naar buiten. Oh, we hebben steen. Nice. Daar is over nagedacht. Zo. En dan kijken of we dit kunnen halen hoor. Als laatste toevoeging aan dit avontuur. Dit gaat zo fout op zoveel manieren. Hmm. Oh, Oké, okay. we hebben het overleefd. Dan gaan we onze Sapphire terugbrengen naar onze, onze man. Onze Donald Trump. Ik bedoel uh, Tronald Dump. Ik weet het niet, man. Die naam is ingewikkeld. Wat een epic epic verhaal. Dit is awesome. Dit zou gewoon. Ja, is awesome. Oké, okay, de Sapphire. Er oh, is een geheime ingang. Wat zit er in de geheime ingang? Oh, loot. Gold. Precious gold. Yes. En wat zit erin? Dank je voor het terugbrengen van mijn sapphire. Als dank geef ik je de volledige inhoud van deze kluis. Yay. Oh mijn god, wat was dat awesome. Uh, ja, we kunnen die diamonds en emeralds een andere keer ophalen, maar. Persoonlijk wil ik ze daar eigenlijk gewoon laten liggen. Omdat het awesome is. En het wat toevoegt aan deze plek. Like. Dit is awesome gedaan, gingen. Ik moet dat even weghalen. Gewoon. Uit principe. Maar dat doe ik later. Um, geweldig. Echt een awesome avontuur. Like. My god. Hoe lang heeft dat geduurd? Twee afleveringen of zo? Daar ben je echt wel een uurtje of twee, drie mee bezig geweest waarschijnlijk. Misschien wel meer. Vier, vijf. Misschien wel zes. Dik zes. Ik moest ook nog alles bedenken. That's amazing. Dankjewel man voor dit awesome avontuur. Het is zo cool ook dat het zo vlak bij mijn huis is. Like, ik wil dit pad gewoon afmaken naar mijn gebouw. Dit pad moet ik gewoon doorzetten richting mijn gebouw, denk ik. En dus een bruggetje hier nog maken. En dan denk ik dat ik er gewoon een sign bij zet en dan van uh... met van. Uh... Ach, ik ben de naam Grodilla Tower. Ik ben de naam nu al kwijt. Zo aanwezig ben ik vandaag, mensen. Oh, dat was een insteed. Dat had ik niet verwacht. Zo goed is dit zwaard niet. Oh ja, chicken! Nee, nope. oké. Okay. Um, maar ja, dat is ook weer een dingetje voor de toekomst. Moet even kijken. Wat we willen doen. Hoeveel we willen doen. Dus we moeten even een appeltje gaan halen. Eerst even eten. Dat is een snelle creeper die ik gewoon tevreden wil houden. Huh. Huh, uh, uh. Oké. Okay. Um, appels liggen denk ik boven, wat een beetje jammer is. Dan dus moet ik eerst naar boven. Of zit er hier nog één in? Nee. Zo, even snel naar boven halen we een appeltje en dan ronden we deze aflevering af. En dan ja, dat was awesome. Like, that's the shit. Heeft je alweer in survival gedaan ook? Dat vind ik het mooiste. Like, Dat zou ik niet in survival kunnen. Niet op die manier, laat maar zeggen. Eh, uh, appeltjes. Moet ik hem een naam geven? Deden we dat? Dat weet ik niet. Er staat vast wel een en voor ergens beneden als we dat nog willen. Ik kan me herinneren dat we de appels geen namen gaven. Nee, is gewoon de appel erin en dan geef je de signs de naam. Ik kan hier nog een keer dubbel checken. Yes, aflevering 98. En die noemen we ingos avontuur. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te liken, comment deel de video, abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. Het wordt serieus gewaardeerd. En dan zie ik jullie in de volgende video die ik maak. Doei doei.